Bedankt, Dien Vrijders, om onder ons te zijn vandaag. En ik zag dat je bij de slides ook jezelf uitgebreid gaat voorstellen, maar ik vind het toch wel belangrijk dat de goed gekozen titel, Boer.in zoekt grond, zegt al veel over het thema waarover het zal gaan. Maar je bent ook hoofddocent bij Landwijzer, dat een vormingsinstelling is rond biologische en biodynamische landbouw. En dat is inderdaad een cruciaal thema dat we vandaag gaan aanraken. Heel relevant. U bent ook vrijwilligster bij heel wat andere organisaties nog. Dus ik denk dat dit moet volstaan. Jij vult zeker nog aan. En heel veel dank nogmaals om hier dit te willen doen. Ik geef je heel graag het woord voor een half uurtje. Oké, dankjewel. Bernard, ik ga eerst even mijn scherm delen. Voilà, als het goed is, dan zien jullie nu mijn slides. Het is goed. Oké, super. Dankjewel, grootouders ook. Hè. Dankjewel dat ik de kans krijg om mijn verhaal eens te delen. Dus ik ben een boerderij aan het opstarten. Niet zomaar een boerderij, ik noem dat een klimaatboerderij. Ik ben er al 2 jaar heel intensief mee bezig. En eindelijk ben ik bezig met de eerste dingen echt op de grond te zetten, hè, na 2 jaar. Dus het is eigenlijk een hele lange tocht geweest al tot nu toe. Vrij eenzaam. Dus ik ben heel blij dat ik mijn verhaal ook eens mag vertellen. Ik heb een half uurtje, want ik zou heel veel kunnen vertellen. Dus ik ga het vandaag hebben over wat ik ga doen en vooral waarom ik dat wil doen. En waarom ik heel hard geloof in dit type landbouw. Enerzijds, en dan twee, wil ik ook even stilstaan bij die grote struikelblok. Eigenlijk het grote probleem dat mij de laatste 2 jaar wat tegengehouden heeft en dat eigenlijk nog altijd voor de toekomst van mijn boerderij heel hard speelt. En dat is de toegang tot grond. En dus dat is ook een probleem dat niet alleen voor mij is, maar eigenlijk voor iedereen die graag in de landbouw actief wil worden en die niet uit een landbouwfamilie afkomstig is. Dus alle nieuwe boeren en boerinnen, die hebben doorgaans veel moeite om in Vlaanderen een stukje grond te vinden om daar een project op neer te zetten. Voilà, maar dus misschien eerst even iets over mezelf, maar mijn slide wil niet. Ja. Misschien even stilstaan bij mijn pad tot nu toe. Ik ben Lien Vrijders, ik ben afkomstig uit Merchtem. Ik heb gezien dat er een paar grootouders uit Merchtem ook zijn hebben aangesloten. En welkom. Ik ben 41 jaar, nog 1 week, volgende week word ik 42. Ik ben moeder van 2 jonge zonen, die zijn 4 en bijna 6 momenteel. Ondertussen al een hele tijd terug heb ik biologie gestudeerd en ook milieuwetenschappen. En dat is eigenlijk wel vrij belangrijk voor mij. Eigenlijk al heel mijn professioneel leven tot nu toe ben ik eigenlijk op zoek naar op welke manier kan ik een bijdrage leveren. Om de transitie van onze samenleving, die zo nodig is, om die mee in de goede richting te duwen. Dus ik heb tot nu toe heel wat beleidswerk gedaan. Ik heb ook in de politiek gewerkt, achter de schermen wel. Ook allemaal met het idee van hoe kunnen wij ons denken en ons doen in overeenstemming brengen. Want ik stel ook wel vaak vast, er worden heel veel woorden gebruikt voor duurzaamheid, voor die transitie waar we naartoe moeten. Maar de praktijk, dat blijft iets heel hardnekkig. Dat is iets waar ik eigenlijk ook zelf heel hard op gebotst ben tot nu toe. En dat is onder andere een van de redenen waarom ik in 2014 gestart ben met de opleiding Landwijzer. Dus ik ben dan zelf de Landwijzeropleiding gaan volgen. Omdat ik voelde dat eigenlijk in de manier waarop wij ons voedsel produceren, dus eigenlijk een heel rechtstreeks contact zit met de aarde, waar wij eigenlijk niet zo goed mee omgaan. Dus ik voelde dat, ik was eigenlijk heel hard bezig met die theorie, met die plannen, maar ik miste zo van, hoe krijgen we dat hier nu op de grond gezet? En ik voelde dat ik dat in de landbouw, dat daar voor mij heel veel dingen zitten die heel belangrijk zijn. Na die opleiding zijn mijn zonen geboren, dus dan had ik een aantal jaren wel mijn handen vol, dus niet echt de ruimte om zelf een project te starten. Maar ik ben dan wel beginnen lesgeven bij Landwijzer. Ik ben docent agroecologie geworden en ik geef ook de vakken plantkunde en zaadteelt. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk gewoon in die landbouwwereld, of toch de wereld van de biologische landbouw, want het zijn
misschien wel twee gescheiden werelden, heel actief ben gebleven. En het heeft me eigenlijk gewoon, ja, hoe langer hoe meer echt vastgepakt. Ja, en mij ervan overtuigd dat ik daar verder mee wou. En dus mijn pad tot nu toe, of tot een paar jaar geleden. Hè, maar dan de vraag, waar gaan we naartoe? En niet alleen ik. Natuurlijk, ik stel me de vraag, wat is mijn rol in waar we naartoe gaan? Maar vooral ook onze samenleving en de wereld waarin mijn kinderen gaan opgroeien. Hè? Want ik ben, ook al ben ik al heel lang met ecologie en duurzaamheid bezig, ineens werd ik moeder en dat was voor mij toch eigenlijk echt een confrontatie van, ik heb hier nu twee jonge kinderen die gaan opgroeien in de 21ste eeuw, in de eeuw van het Anthropoceen. Dat gaat een heel ander, die gaan een heel ander leven hebben dan ik. Ik maakte me daar heel veel zorgen over en nog altijd eigenlijk. En dat heeft voor mij eigenlijk echt gezorgd dat ik, en dat is ook een beetje tijdens de periode van corona geweest, hè, dus je zit dan met die kinderen thuis, alles heel intens, de wereld valt even stil. En voor mij was dat eigenlijk een heel heftige periode. Ik denk dat ik, een klimaatdepressie is misschien een groot woord, maar ik denk dat ik het echt wel heel intens heb beleefd en echt voelde van, ik moet hier iets anders doen, want ik zit niet goed in mijn vel. En wat ik voelde was eigenlijk dat ik ook echt een nood had aan een rol die ik kon uitvoeren, maar in een ander verhaal. Hè. Dus ik was heel actief in die wereld van transitie, van proberen onze samenleving, business as usual, naar iets anders te brengen. En dat is iets waar ik heel moe van werd, heel gefrustreerd ook. En ik wou eigenlijk actief zijn in een verhaal waar ik vorm kon geven aan de wereld zoals ik wou dat die is. En ik wou laten zien dat het anders kan. En dus, zoals ik was er al een tijd mee bezig, maar dus die landbouw, dat kwam eigenlijk heel hard naar voren. En ja, ik ben eigenlijk al heel tijd alles wat aan het volgen, ook in het buitenland, omdat ik ben precies eigenlijk ook wel vrij veeleisend van hoe doen we dat dan, die landbouw? Hè? Want, en ik ben heel hard geïnspireerd geraakt door een boerderij in Noord-Frankrijk, Ferme du Bec. Ik ben daar dan ook een stage gaan volgen. En dat is een boerderij die opgestart is door een koppel die wat op zoek was naar rust. Hè? Dus die hadden een heel drukke carrière gehad en die wilden op het platteland gaan leven, was zelfvoorzienend. Hè? Dus een wens die eigenlijk vrij veel voorkomend is. En die hebben dan dat boerderijtje gekocht. Het is in totaal, de tekening dat je ziet, 1,8 hectare. Die hadden daar een moestuin en een groot weiland onderaan het riviertje. Maar na enkele jaren had Perrine, de vrouw van het koppel, die had zoiets van, kunnen we niet gewoon daar ook groenten telen en die verkopen? Hè? En dan heeft de gemeenschap er ook nog iets aan. En dus die zijn eigenlijk aan landbouw beginnen doen, maar zonder enige voorkennis. Hè? Dus die hadden nog nooit eigenlijk een bezoek gebracht, zelfs aan een bioboerderij. En die hebben eigenlijk gewoon, op de manier waarop ze in hun moestuin bezig waren, zijn die aan landbouw beginnen doen. Dus zonder tractoren, zonder zware machines. Dat was voor hen ook belangrijk om fossielvrij te werken. En dat werkte natuurlijk niet. Hè. Dat was veel te veel werk, dat ging niet. Maar in plaats van op te geven, zijn ze dan beginnen lezen, beginnen zoeken, in de geschiedenis gedoken. Hè. Zij zijn gaan lezen over de Parijse voorstadstuiniers. En dus in de 18e eeuw was er eigenlijk een heel intensieve landbouwgordel rond Parijs, die op basis van de paardenmest die in Parijs overvloedig aanwezig was, eigenlijk heel intensieve groenten teelt en fruit teelt. En eigenlijk heel de voedselvoorziening van Parijs op die manier verzekerde. En die hadden natuurlijk geen tractoren en die hadden ook wel heel innovatieve manieren om het seizoen, het jaar rond te trekken. En daar zijn zij dus heel veel over beginnen lezen, ook over permacultuur. En dan zijn ze dat beginnen toepassen, al die elementen bij elkaar gebracht. En zij zijn erin geslaagd om op een zeer kleine oppervlakte een heel intensieve voedselproductie op te zetten. Met eigenlijk ook wel zones die wat extensiever beheerd werden, met heel veel bomen. Dus die hebben een plek gecreëerd. Er zijn uiteindelijk 3 seizoenen zijn zij opgevolgd door het INRA, de landbouw Universiteit van Parijs. En die hebben eigenlijk vastgesteld dat zij op een tiende van de oppervlakte van wat een traditionele biologische boerderij bewerkt, een even grote omzet konden halen. En dus zonder tractoren, zonder zware machines en met heel veel positieve milieu-impact. En zij zeggen zelf in die studie van ja, iedereen wist dat dat niet kon, hè, werken zonder tractoren in de landbouw. En toen was er iemand die dat niet wist. En die heeft dat gewoon gedaan. Dus dat hebben zij gedaan. Ze zijn op die manier eigenlijk heel innovatief geweest. En dus ik droomde er eigenlijk al heel lang voor om iets gelijkaardig in Vlaanderen op te starten.
En dus dat is eigenlijk een, ja, dat sluit eigenlijk heel hard aan bij mijn wens om die rol te spelen in dat ander verhaal. En ondertussen, Ferme du Bec was een van de eerste, maar ondertussen zijn er steeds meer boerderijen die ook op die manier, of op lichtjes andere manier, maar bon, dus ik geloof dat ook dat er een hele diversiteit van boerderijen kan ontstaan die eigenlijk allemaal heel positieve impact hebben op ons klimaat en op de biodiversiteit, op onze watercyclus en al die dingen. En je merkt ook, of ik merk dat toch, dat er eigenlijk dat verhaal, dat eigenlijk steeds meer begint te klinken en dat er steeds meer boeken verschijnen. Ofwel komen die gewoon allemaal op mijn pad, kan goed zijn. Maar ik heb hier een aantal meegebracht die voor mij heel belangrijk waren. Suzanne Simard bijvoorbeeld is een onderzoekster die heel haar leven gewijd heeft aan de communicatie die gebeurt tussen schimmels en andere planten en eigenlijk ook een hele uitwisseling van nutriënten die onder de grond plaatsvindt. Kiss the Ground is die documentaire die velen onder jullie waarschijnlijk gezien hebben, die aantoont dat we eigenlijk heel de klimaatopwarming kunnen aanpakken door gewoon op een andere manier met onze bodem om te gaan. Maar het is eigenlijk allemaal een beetje datzelfde verhaal. En dat verhaal is de manier waarop wij met natuur omgaan. Dus heel onze geschiedenis, of de westerse geschiedenis toch, die is erop gericht of is er mee bezig om de mens los van de natuur te zien. Op een of andere manier, ook in het scheppingsverhaal, staan wij boven de natuur en de natuur ligt buiten ons. En dat heeft gemaakt dat wij eigenlijk ook gewoon heel veel dingen kunnen aandoen aan die natuur en ervan uitgaan, dat raakt ons toch niet. En nu, ondertussen zitten we in een andere realiteit, in de 21ste eeuw. Ze die dat nog altijd ontkennen, maar dus we zitten in het antropoceen. En dus als je dat googelt, dan krijg je allemaal foto's zoals dit. De mens is een geologische kracht geworden. Hè. Dus wij hebben meer man-made dingen geproduceerd. Hè. Dus in gewicht is de aarde nu zwaarder beladen met mensgemaakte dingen. En heel vaak dingen die plastic of chemicaliën dan natuurlijke dingen. En dus dat is een gigantische feedback loop van de aarde die wij nu terugkrijgen en die eigenlijk zegt van ja, jullie hebben zich vergist. Hè, dus dat klopt niet. De aarde leeft en ik heb wel iets te zeggen. En zeker nu in deze eeuw zit de aarde mee aan tafel en we kunnen daar maar beter ook rekening mee houden. En dus, voilà, dat is ook mijn overtuiging. En dat is ook heel belangrijk in het verhaal of in de boerderij die ik wil neerzetten. Dat is dat er op een andere manier gekeken wordt en ook omgegaan wordt met natuur. En dus dat dat niet meer iets is dat buiten ons ligt, maar dat we terug aanvaarden van ook wij zijn natuur, we maken daar deel van uit. En eigenlijk het hele inspirerende daar voor mij, hè, dus wat ik daar in die moeilijke periode van mij, waar ik eigenlijk niet zag van hoe kan ik hier een positieve impact hebben. Want eigenlijk heel het verhaal dat ik kende was die van de ecologische voetafdruk. Wij moeten als mens, en dat wordt ook, ik heb dat zo geleerd, hè, we moeten onze impact beperken. We moeten onze voetafdruk verkleinen. En ik was daar ook heel actief mee bezig. Hè. Zo klein mogelijke voetafdruk. Zo weinig mogelijk. Ik heb geen auto, alles met de fiets. Tweedehands kledij, niet met vliegtuig op vakantie. En als je dat heel hard doordrijft, dan het beste wat je kunt doen, is er eigenlijk niet meer zijn. En als ik dan kinderen wilde, ja, ook dat was iets heel moeilijk voor mij. Want ja, die gaan ook een voetafdruk krijgen, die gaan ook negatief zijn voor de aarde. En heel dat idee van, ja, je kunt eigenlijk, hè, omdat wij als mens buiten die natuur staan, is het precies dat wij eigenlijk altijd in een soort vijandschap leven met die natuur. En door die boeken te lezen en door die verhalen van die andere boerderijen te leren kennen, ben ik ineens gaan inzien van, maar wij kunnen eigenlijk een positieve impact hebben ook. Hè? Dus ik kan gewoon door de dingen die ik doe overdag, door mijn werk, kan ik gewoon maken dat de ecosystemen terug sterker worden, dat er terug meer veerkracht is, dat de klimaatcrisis wordt gemilderd. Hè? En dus dat geeft me ook echt een heel veel energie om 's morgens op te staan en om in deze wereld te gaan staan, om mijn kinderen op te voeden. Hè. Dus heel dat idee. Dus dat is eigenlijk het verhaal dat ik ook mee wil vertellen. Wij kunnen positief zijn voor deze wereld. En dus dat is niet zomaar theorie. Hè. Inheemse volkeren, ook al zijn ze ondertussen met minder dan 5% van alle mensen die op de aarde wonen, beheren momenteel 80% van onze biodiversiteit die sterk onder druk staat. Dus het kan en we kunnen daar eigenlijk ook nog. We moeten daar eigenlijk heel veel van leren, want we hebben heel veel fout in ons systeem zitten.
Ik weet niet of dat jullie de documentaire kennen, Green Gold, maar dit is ook een van de dingen die mij zo hard overtuigd heeft. Hè. Dus dat gaat over het Lusplateau in China. Dat is een heel groot gebied. Ook een van de wiegen waar de landbouw is gestart. Hè. Dus wij verwijzen altijd naar de Tigris en de Eufraat. Dat is het dichtste bij ons. Dat is trouwens ook woestijn momenteel, Irak, Iran. En heel vaak, hè, dus daar waar de landbouw gestart is op aarde, zijn we daar zo intensief te werk gegaan dat dat nu woestijnen of heel verarmde, ecologisch verarmde gebieden zijn. En zo ook het Lusplateau, hè, dus dat is een leem bodem die daar helemaal overbegraasd en uitgeput is. En bij de minste regen krijg je daar stortvloeden van modder, zandstormen. De mensen die daar wonen waren heel arm. En in de jaren 90 heeft China dan beslist om daar een soort herstelproject te lanceren, een heel groot, op heel grote schaal, samen met steun van de Wereldhandelsorganisatie en nog andere actoren. Maar ze zijn eigenlijk op een oppervlakte zo groot als België, greppels beginnen graven, bomen beginnen aanplanten. Ze zijn ook gaan zorgen dat die geiten en ander vee, dat dat niet zomaar gewoon kon blijven overbegrazen. Ze zijn die achter hekken gaan steken en ze zijn die gaan voederen. En op 10 jaar tijd, op 10 à 15 jaar, is heel dat gebied opnieuw groen geworden. Het klimaat is daar milder, hè, dus de temperatuur is gezakt, de riviertjes zijn teruggekomen. Het is echt een aanrader om die documentaire te zien, omdat het echt fenomenaal is wat dat er mogelijk is. Hè. Dus dat gebied neemt nu ook terug weer veel meer CO2 uit de lucht. De mensen die daar wonen kunnen aan voedselproductie doen. Het is echt een heel productieve streek geworden. Dus die zijn ook uit de armoede naar een levensstijl gegaan die ineens heel comfortabel is. Het kan. Wij kunnen die dingen doen. En ik denk dat het tijd is dat wij ook die verhalen vertellen tegen elkaar. Dus we moeten uit het degeneratieve model, het model dat tot nu toe onze vooruitgang vooruit geduwd heeft, hè, het verhaal waar dat we eigenlijk elk jaar meer nemen dan wat we teruggeven of wat de aarde terug kan opbouwen. We hebben dan heel lang het verhaal verteld van we moeten naar duurzaamheid. En dat is uiteraard een heel goed verhaal. We mogen niet meer nemen dan dat de aarde terug kan opbouwen. Maar momenteel hebben we zoveel genomen dat we dat de draagkracht van de aarde, hè, gemerkt aan heel veel dingen, is heel laag. En dat is geen comfortabele positie om in te zitten. Maar als we het verhaal vertellen van regeneratie, een verhaal waarin dat we samen met de natuur kunnen zorgen dat die draagkracht van de aarde terug elk jaar sterker wordt, dat wij onze omgevingen terug mooier kunnen maken, dat wij terug meer bomen kunnen planten en dat we tegelijkertijd ook voedsel kunnen produceren, dat is een verhaal waar ik heel veel energie van krijg en waar ik echt voor wil gaan. En dus, dat is ook wat ik wil doen met mijn boerderij. En dus die regeneratieve landbouw, dit is een foto van een boerderij in Nederland, dat is trouwens ook dat is niet te ver weg, dus dat is ook een fijne plek om eens te bezoeken. Dat is een demonstratieboerderij, ook van twee mensen die heel hard gedreven zijn om dit verhaal in de wereld te zetten en ook te laten zien dat het anders kan. En dus dit is een groentetuin waar zij niet met machines inkomen. Zij telen op compostbedden, heel intensief, zoals op Ferme du Bec. En ze gaan er ook echt vanuit van, we gaan niet meer bestrijden, we gaan de problemen niet meer bestrijden, want dat is iets wat in de landbouw heel vaak gebeurt. Hè. Iets is een probleem, een slak eet mijn sla op, dus die slak moet weg. En dus je haalt eigenlijk heel de tijd elementen uit het systeem. Je gaat die bestrijden, maar daardoor wordt het systeem veel minder veerkrachtig en veel minder compleet. Dus je kunt ook die vraag omdraaien. Hè. Een slak eet mijn sla op, misschien heb ik te weinig predatoren die slakken, populatie in toom houden. Dus wat kan ik toevoegen aan mijn systeem zodat het evenwicht automatisch komt? He, dus bijvoorbeeld door een poel te graven waar padden in leven, door habitat te voorzien waar egeltjes in kunnen nestelen, want dat zijn allemaal dieren die heel graag slakken eten. Dus voilà. En dus dat gaat eigenlijk over dat verhaal dat ik daar juist in theorie verteld heb, dat echt in de praktijk gaan toepassen en gaan zoeken naar hoe kunnen wij samen met de natuur eigenlijk heel veerkrachtige systemen maken die voedsel produceren voor vogels, voor insecten, voor iedereen en ook voor mensen. Gebaseerd op de gezondheid van de ecosystemen. Dit is zo'n tekening van Bodemzicht. Ik zou eigenlijk heel graag zo'n tekening hebben van mijn boerderij, maar ik kan niet zo goed tekenen als Ricardo. Dus ik gebruik dit omdat het voor jullie veel helderder is om dat te laten zien. Dus je ziet in de rechterhoek een intensieve groentetuin.
waar dus zonder machines in gewerkt worden. Dat is allemaal heel dicht bij elkaar, omdat dat super efficiënt moet kunnen bewerkt worden. En dan aan de linkerkant is een groot weiland waar kippen in grazen. En die worden eigenlijk om de 2 dagen worden die verzet. En die krijgen een kleine oppervlakte waar ze vol een bak kunnen scharrelen en de dingen verstoren, het gras verstoren. Ze kunnen daar kakken en dat is juist heel goed voor dat gras. Want de dag daarna worden ze verzet en dan kan dat gras krijgt dat een hele tijd om te herstellen. En dat is een manier om heel veel CO2 in de grond op te slaan. En dat gras wordt daar, gaat daar eigenlijk sterker van groeien en dat brengt weer heel veel CO2. Ze hebben dan ook daar bomen aangeplant met bessenstruiken tussen op rijtjes. Hè. Dat is dan vrij efficiënt voor de boer en de boerin om te plukken en te oogsten. Er zijn ook vijvers gegraven of poelen. Water is sowieso heel belangrijk, hè, want heel veel insecten, heel veel dieren hebben een deel van hun voortplantingscyclus die zich in het water afspeelt. Het is ook belangrijk wanneer het regent dat je water kunt opvangen en zo. Maar hier hebben ze eigenlijk ook nog een andere functie en dat is de creatie van een microklimaat. En doordat de zon schijnt op het water, weerkaatst die terug naar de bomen die aan de noordkant staan en die krijgen daardoor eigenlijk een iets warmere omgeving. Dus je kunt daar ook meer iets warmteminnende planten gaan houden. En ook in de winter, als het vriest, dan zorgt dat water eigenlijk voor een vertragend effect in de directe omgeving. Dus dat gaat de nachtvorst daar wat tegenhouden. En dus op die manier kun je eigenlijk heel leuke systemen ontwerpen waar zowel wij als mens als de natuur eigenlijk heel goed bij kan functioneren. Helemaal aan de linkerkant is er ook zo meer... iets dat eruit ziet als een normaal bos. Hè. En daar kunnen bijvoorbeeld ook stammetjes met paddenstoelen geteeld worden. Of daar kunnen gewoon, dat is dan eigenlijk gewoon ook een zone waar we minder komen als mens. Hè. Dus in de permacultuur noemt dat de zone 5 of zone 4, waar dat je eigenlijk heel weinig moet zijn. Maar dus voilà, hè. Dus mijn missie was dan ineens duidelijk. Na corona ging ik ervoor gaan, 2021, grond zoeken. En dat was dus echt niet evident. En dat is niet evident voor weinig boeren die starten. Hè. Dus ik geef ook les bij Landwijzer en dat is echt een heel groot probleem. Ik ga er even bij stilstaan, omdat het een beetje contra-intuïtief is. Hè. Dus we weten allemaal dat het aantal boeren en landbouwbedrijven elk jaar daalt. Dat is al een hele tijd zo, maar het gaat eigenlijk nog altijd heel snel naar beneden. De leeftijd van een gemiddelde boer is 54 jaar en slechts 13% heeft daarvan een opvolger. En anderzijds staan er heel veel mensen klaar om in die landbouw van die ambitieuze projecten te gaan realiseren. En toch breken die niet door. Hè? Dat klopt niet. Nu, toegang tot grond, dat kan op 2 manieren. Je kunt grond huren of pachten of kopen. Nu, die pacht, dat, in de praktijk loopt dat heel moeilijk. Er zijn heel weinig eigenaren die hun grond nog willen verpachten, omdat die pachtwet ervoor zorgt dat de boer heel veel rechten krijgt en je krijgt die er dan eigenlijk heel moeilijk af. Je kan als eigenaar ook niet zeggen, ik wil dat je geen pesticiden gebruikt bijvoorbeeld. Dus je kunt eigenlijk heel weinig voorwaarden stellen. Dus in de praktijk wil dat zeggen dat die pachtwet wordt omzeild en dat eigenaars eigenlijk veel liever hun grond verhuren aan mensen met een hobbydier, met paarden of met schapen of... Ofwel met seizoenspacht of zo werken. En dat zijn eigenlijk kortlopende pachtcontracten die elk jaar kunnen opgezegd worden, waar de eigenaar ook meer geld voor kan vragen. Maar dat wil zeggen dat die boer heel veel onzekerheid heeft over kan ik volgend jaar nog op die grond telen wat ik wil telen. Dus als die boer bijvoorbeeld bomen wil planten, wat ik eigenlijk heel graag wil doen, omdat dat heel veel voordelen heeft, dat is in zo'n situatie onmogelijk, omdat je elk jaar eraf kunt gegooid worden en omdat het natuurlijk geld kost om die bomen aan te planten. Dus je kunt er eigenlijk niet in investeren als landbouwer. Dan de andere piste is kopen, maar dat is dus bijzonder duur. De gemiddelde prijs voor 1 hectare landbouwgrond in Vlaanderen is een tijdje terug was dat dan 63.000 euro gemiddeld. Hè. Dus het scheelt een beetje van streek tot streek, maar dus de laatste 10 jaar is dat enorm toegenomen. In 1995 was er nog net geen 10.000 euro en dus nu zitten we op die 63.000 euro. Als je dat zou omrekenen naar de officiële pachtprijs die een boer zou betalen voor hetzelfde stuk grond, dan heeft een boer 160 jaar nodig om dat, heel dat stukje terug te betalen op basis van de pachtprijs. Dus dat is eigenlijk echt onhaalbaar. Die grond staat eigenlijk totaal niet meer in verhouding, die prijs, met wat dat je kan verdienen in de landbouw.
Dan komt er nog bij dat er heel veel druk is op grond. Het ruimtebeslag in Vlaanderen is heel groot vergeleken met andere Europese landen. En al die sectoren, huisvesting, industrie, wegen, die blijven eigenlijk op zoek naar extra ruimte. Je hebt nu ook nog de druk om te gaan bebossen, wat ook heel hard nodig is. Maar het zit eigenlijk allemaal in die open ruimte waar ook die landbouw in zit. En het gevolg daarvan is dat er elk jaar eigenlijk hectares landbouwgrond verdwijnen en niet meer als voedselproductie kunnen gebruikt worden. En wat natuurlijk ook weer zorgt dat de prijs verder stijgt. Er wordt ook heel veel landbouwgrond ingezet voor paarden, ik denk gemiddeld 16%. En 8% worden gewoon landbouwgrond als tuin gebruikt. Dat kan. In Vlaanderen kan dat, daar zitten eigenlijk geen beperkingen op. En in bepaalde streken, zoals de rand rond Brussel bijvoorbeeld, of Antwerpen, dat zijn gebieden waar eigenlijk die zonevreemde invulling van landbouwgrond heel hoog is. En dus waardoor dat dan de grondprijs ook nog eens hoger wordt. Ik heb het misschien al gezegd, dus landbouwgrond is niet beschermd. In andere landen is dat wel. Daar kan niet, bijvoorbeeld niet iedereen zomaar landbouwgrond kopen of dan kan niet iedereen daarmee doen wat dat hem wil. Dus hier is het niet verplicht om die landbouwgrond in te zetten voor professionele landbouw. Er is ook geen limiet op hoeveel hectares iemand kan bezitten. Dus het gevolg is dat landbouwgrond een ideale speculatie is. Dus mensen speculeren erop, ook grote industriële spelers en projectontwikkelaars. En ook steeds meer de laatste jaren ook voedselverwerkende bedrijven die grond kopen om meer controle te hebben op heel de keten. Dus voilà, toegang tot grond is moeilijk. En toegang tot grond is dubbel moeilijk als je dus niet uit een landbouwfamilie komt, als je niet heel veel startkapitaal hebt waarmee dat je die grond kan aankopen, of als je agro-ecologisch te werk wil gaan. Hè, want het is nog altijd zo dat vandaag banken minder geneigd zijn om dit soort projecten een lening te geven. Ze zijn zogezegd nog altijd niet aangetoond, hè, terwijl het echt wel werkt en dat die voorbeelden wel te vinden zijn. Maar bon, het duurt blijkbaar voordat ook de bankenwereld daarvan overtuigd raakt. Dus voilà, voor mij was het onmiddellijk duidelijk. Ik ga niet op een gewone manier grond vinden. Dus ik ben gaan aankloppen bij de landgenoten. Ik was er al eerder vrijwilliger. De landgenoten is een coöperatie en een stichting. Het is een vrij complexe structuur, maar wat ze doen is, zij verkopen aandelen en zij werken ook met giften, waarmee zij gronden vrijkopen, eigenlijk uit de markt kopen en ter beschikking stellen voor bioboeren. En dus dat is één keer dat ze dat doen, met de bedoeling voor altijd. Dus als zij een hectare grond kopen, mag een bioboer die bewerken. Als die bioboer op pensioen gaat of ermee stopt, dan zoeken ze gewoon een andere bioboer of boerin die die grond kan verder bewerken. En dus daardoor wordt er niet meer op gespeculeerd en is dat eigenlijk een duurzame oplossing voor het probleem. Voilà, dus dit is een voorbeeld van zo'n opiniestuk dat Petra Tas, de coördinator van de landgenoten, in september heeft geschreven van laat ons op landbouwgrond telen, niet speculeren. Het is eigenlijk ook een oproep aan de overheid om daar regels rond vast te leggen, omdat dat dan ook echt de druk op die grondprijzen zou kunnen afnemen. Maar dus ik ben dan in 2021 naar de landgenoten gestapt met mijn bedrijfsplan. Ik ben toen goedgekeurd en dan zijn we samen naar grond beginnen zoeken. En dat was dus eigenlijk al een heel lang pad, een hele lange weg. Ik heb ook met heel veel eigenaren gepraat, want die bestaan ook, eigenaren die heel veel grond hebben en die heel graag zouden willen dat er een regeneratief landbouwproject op hun grond wordt uitgevoerd. Nu, in mijn geval bleek dat dan wel elke keer dat die niet echt op zoek waren naar een boer met een visie, maar vooral naar iemand die hun visie in de praktijk wou omzetten. Dus eigenlijk meer een knecht in plaats van een boer. Dus ik heb daar ook veel tijd in gestoken, maar dat is telkens misgelopen. En dan eind 2021 kwamen we op dit stukje grond, op een half uurtje fietsen van mij thuis, 3,5 hectare in Vremde. Ideaal, vond ik. De landgenoten was ook bereid om daar een bod op te doen, maar zij stelden vast dat hun budgetten te klein waren, te krap, want de vraagprijs was 10 euro de vierkante meter. Dus zij moesten beslissen van, ja, wij kunnen hier nu momenteel geen bod op doen. Er zijn nog veel te veel andere projecten waarvan de crowdfunding nog loopt. Dus we hebben te weinig middelen beschikbaar. Dus voilà, dat was een enorme teleurstelling, want na heel die zoektocht dacht ik, we zijn er bijna, en toch niet. Het ging niet door. Nu,
Ik ben dan wel gaan praten met andere boeren. En er zijn ook wel wat boeren die eigenlijk de voorlopers van de landgenoten, die zelf ook een VZW hadden opgericht, gronden met renteloze leningen van burgers hadden vrijgekocht en dan rustig aan die gronden met giften vrijgekocht. En ze hebben die dan ook in een stichting ondergebracht, de Stichting Landinzicht. En ik dacht, ah, misschien moet ik dat proberen. Hè? Dus als de landgenoten geen middelen heeft, misschien kan ik gewoon in mijn netwerk eens kijken of er mensen zijn die bereid zijn om een renteloze lening te geven. Misschien kunnen we dat op die manier toch zorgen dat we die grond kunnen kopen. En dus ik heb dan een hele zotte brief geschreven, dat gestuurd naar iedereen die ik ken. En ik denk dat ik op die manier ook bij de grootouders ben terechtgekomen. En het resultaat was ook echt zot. Hè. Dus ik op 2 weken tijd had ik 150.000 euro aan renteloze leningen bij elkaar. Iets wat ik nooit verwacht had. Plus ook heel veel aanmoedigingen. Hè. Ja, Lien, wauw, doordoen. Dit is geweldig. Hè. Dus dat was voor mij echt super. 150.000 was natuurlijk niet genoeg om heel dat stuk te kopen. Maar ook organisaties zoals Hefboom of SoCrowd waren eigenlijk bereid om te onderzoeken of ze die lening niet verder konden oprekken. Dus ik voelde eigenlijk heel veel goodwill in de samenleving en eigenlijk ook vooral heel veel zo van, ja, dit hebben we nodig, ga maar door. En dus en op het moment dat we dan naar de eigenaren wilden gaan, bleek dat die eigenaren na meer dan een jaar wachten op een goed bod, een bod van de Vlaamse Landmaatschappij hebben gekregen, een vrij hoog bod, waar we eigenlijk niet tegenop konden. En dus de Vlaamse Landmaatschappij heeft dan voor onze neus die grond weggekocht. Dat was dan teleurstelling nummer 2. Maar omdat ik zo een beetje in een soort van roes was door al die steunbetuigingen, heb ik gewoon gebeld naar mensen van de Vlaamse Landmaatschappij en heb ik mijn project uitgelegd. En zijn we, tot mijn verrassing, ook beginnen kijken van oké, kunnen we niet iets vinden waar iedereen voordeel bij heeft? En dus momenteel mag ik die grond bewerken. En is de Vlaamse Landmaatschappij aan het kijken of ze hier geen project kunnen maken, ruimte voor voedsel, en waar projecten zoals dat van mij een start kan maken en waar ze dan na 5 jaar die grond kunnen laten overkopen door mezelf, wat niet mogelijk is, maar bijvoorbeeld door de landgenoten. En dat zou dan kunnen onder voorwaarden met die het ook gemakkelijker maken, hè, de ruimte van spreiding van betaling bijvoorbeeld. Dus voilà. Ik ben momenteel daar aan het starten, maar dus in grote onzekerheid, want het is nog altijd niet beslist of dat project doorgaat en of ik dat dan ga mogen uitvoeren. Ja. Maar voilà, Grassroots heet mijn boerderij. Op 5 februari gaan we daar een houtkant aanplanten, want ik ga niet wachten, hè, dus samen met het regionaal landschap. En dat is ook een moment waarop iedereen eigenlijk eens mag komen kennismaken. Dus ik wil dat ook gewoon nog even meegeven. Ik denk dat mijn half uur erop zit. Maar voor mensen in de buurt, op 5 februari vanaf 10 uur, iedereen welkom. En vanaf mei start ik met de verkoop van mijn eerste groentjes. En hopelijk kan ik dan de jaren nadien starten met kippetjes. Die ik ook kan laten scharrelen en dan de aanplant van voedselbosranden. Zodat we eigenlijk ook met meerdere boeren die plek steeds mooier kunnen maken. Voilà. Ik ben ook te volgen op Facebook, op Instagram en binnenkort is er ook de www.grassrootsklimaatboerderij.be, maar die is jammer genoeg nog niet online. Voilà. Dat was mijn verhaal en ik ben benieuwd naar jullie vragen. Wil je dus... Heel veel dank, Lien. Het was ook boeiend wat ik externe voorwaarden betreft, hè, om aan de slag te gaan. Hè. De verhalen rond welk statuut je wil bereiken met de grond waarop je werkt en de tegenkantingen en de successen. Dus heel, heel, heel veel dank. We gaan nu aan Hugo het woord geven voor de vragen. En ik wil beginnen met het citaat een van onze ambassadeurs op de chat gezegd heeft en dat de filosofie die je naar voren gebracht hebt en die de achtergrond is van je project eigenlijk goed samenvat, denk ik. Om te veranderen moet je niet bestrijden wat bestaat. Creëer een nieuw model waarnaast het oudere zal verbleken.
Dat is een citaat van de auteur van Operating Manual for Spaceship Earth. Chris, wens het u toe en al diegenen die in dezelfde filosofie willen werken. De reacties dan verder. Wordt er in de klassieke landbouwscholen, landbouwopleidingen ook aandacht besteed aan de agro-ecologie, aan die alternatieven? Of zitten die nog altijd in hun oude modellen van de industriële landbouw in feite, hè, die, zoals je dat hebt beschreven, heel negatief is voor de natuur? Wel, dat is een heel interessante vraag, want heel recent is er in de eindtermen van de landbouwopleidingen in het middelbaar is agroecologie toegevoegd. Dus dat is een nieuw vak dat nu verplicht moet gegeven worden. Dat zit bij plant, hè, want die werken dan volgens plant, dier en nog iets, zijn drie delen. En bij landwijzer zijn we gestart met een korte opleiding voor leerkrachten die lesgeven in het landbouwonderwijs om zich bij te scholen in die agro-ecologie. Want het is effectief zo, tot nu toe, dat dat echt gewoon twee heel verschillende werelden zijn en dat dus heel veel van die leerkrachten helemaal niet weten waar te beginnen. En dus ik geef daar ook mee les in dat traject. En dat is super interessant, want ik denk eigenlijk dat dat ook veel meer nodig is, hè, dat die twee werelden elkaar ontmoeten. Want die gangbare landbouw die zit momenteel in een heel, heel diepe crisis. En ik denk dat dat zelfs in de samenleving te weinig wordt gevoeld hoe diep die crisis is. Hè. Dus er zijn heel veel boeren die zelfmoord plegen momenteel, die heel, heel diep zitten. Omdat ze geen toekomst meer zien voor hun bedrijven, voor hun businessplannen, die eigenlijk jarenlang door de overheid wel zijn ondersteund en gesubsidieerd. En nu krijgen die ineens, we mogen niet meer verder doen. Hè. Miljoenen euro's die geïnvesteerd zijn, die niet meer terugverdiend kunnen worden. Dus dat is een heel grote crisis. Dus iedereen merkt wel, het moet anders. Maar hoe? Hè? Dat is die grote vraag. Dus ik denk dat dat zeer zinvol is om meer uit te wisselen en op een open manier, want het is heel moeilijk om vanuit die twee werelden met elkaar te gaan praten. Maar ik denk dat het wel nodig is. Ja, wil je misschien de naam en de gegevens van die Nederlandse boerderij even op de chat zetten, Lien? Dan achteraf krijg ik dat samen met de opname van jouw betoog. En dan kunnen we dat gebruiken. Misschien dat John, die hier aanwezig is en die onze tweedaags bezoek in Duitsland samen met Pieter Lievens georganiseerd, heeft dat een interessant reisdoel voor de toekomst vindt? Ik weet het niet. Een andere vraag is, wat is de minimumoppervlakte die nodig is om iets te doen zoals jij doet? Het is opvallend, jouw grond en ook je Franse voorbeeld. Dat Nederlandse bedrijf, dat gaat telkens om heel beperkte ruimte in vergelijking met wat de industriële landbouw blijkt nodig te hebben. Mm-hmm. Ja, nu, de schaal is volgens mij kan het op heel veel verschillende schalen. Hè. De schaal van Ferme du Bec is klein, omdat dat zo gegroeid is. Hè. Dus die hadden gewoon een stukje grond gekocht om te gaan wonen, niet met de bedoeling, hè, dus om te gaan boeren. Ricardo en Anne van Bodemzicht, ik heb het in de chat gestoken, die zijn aan het boeren op een oppervlakte van 5 hectare, wat eigenlijk niet klein is. Hè. Dus maar in hun tuin is de bedden waar ze op telen, is maar 1500 vierkante meter. Dus dat is heel beperkt. Maar het weiland daarnaast is vrij groot. En het idee daar is eigenlijk dat je een stukje intensief bewerkt. He, dus die groenten die vragen heel veel. Die vragen bemesting elk jaar. He, want die nemen heel veel voedingsstoffen op. En eigenlijk kan je dat vergelijken met een lege batterij die je elk jaar moet aanvullen. Maar een weiland of een bos, die produceren heel veel biomassa. Biomassa die, waar het bodemleven weer terug voedingsstoffen van kan maken. Waar dat die groenten weer kunnen van groeien. En dus dat is iets wat dat je ziet op al die bedrijven, hè, zowel bij Ricardo als op Bodemzicht als ook bij mij is dat heel belangrijk. Dat is dat de cirkel, de kringloop op het bedrijf zoveel mogelijk kan gesloten worden. Hè. Dus in het begin, dus nu momenteel denk ik compostbedden aan het aanleggen, moet ik die compost kopen. Maar het idee is om op termijn zelf mijn eigen compost te kunnen creëren waarmee ik die grote vraag, die een honger van die groenten, kan stillen. En tegelijkertijd, allee, dat is eigenlijk gewoon
platafval en snoeiresten van het voedselbos dat dan ernaast staat. Dus je hebt een intensieve zone die veel vraagt en een extensieve zone die geeft. En dat is het idee dat het wat ronddraait. Nu, in Amerika zijn er, of in landen waar echt grote bedrijven zijn, zijn er ook steeds meer voorbeelden, en ook in Frankrijk zijn ze er trouwens heel erg mee bezig, om ook machinaal grote oppervlaktes te bewerken op een manier die meer CO2 in de bodem houdt en eigenlijk ook heel snel die CO2 opbouwt, door de bodem zo weinig mogelijk te verstoren. Dus ze zijn ook aan het zoeken naar machines die toch die bodem en dat bodemleven zo goed mogelijk intact houdt, om die regeneratieve landbouw ook op grote schaal mogelijk te maken. En ik ben er ook van overtuigd dat dat ook echt op grote schaal kan. Oké. De landbouw wordt wereldwijd dikwijls getroffen door droogteperiodes, ook door overstromingen, hè, rond de Middellandse Zee, maar ook in eigen land. Is jouw model ook een middel om met die droogteperiodes, die we sowieso gaan moeten trotseren, om die goed door te komen? Ja. In zekere zin wel, alhoewel dat dat ook een probleem is dat we echt in het landschap ook meer moeten oplossen. Hè. Eigenlijk is Vlaanderen traditioneel, van waar we komen, een nat land. We hebben heel veel gronden gedraineerd en gezorgd. Hè, dus heel lang was dat de focus. Zo snel mogelijk het water weg. Hè, de kanalen rechttrekken, de beekjes rechttrekken. Om te zorgen dat we er juist aan landbouw konden doen. En nu moeten we eigenlijk de omgekeerde oefening gaan maken. Nu moeten we opnieuw gaan kijken van hoe kunnen we water vasthouden? Kunnen we water terug laten infiltreren? En dat is sowieso iets wat ik ook wil doen op de plek waar ik zit. Dus ruimte creëren waar water in de winter, als het heel nat is, kan blijven staan en langzaam kan infiltreren. Maar wat ook is de koolstof in de grond. Door onze manier van landbouw hebben we eigenlijk heel veel van die koolstof in de lucht gebracht. En mijn doelstelling is weer om die koolstof in de grond te brengen en dus de organische stof in de bodem te verhogen. En dat heeft ook een heel grote impact op hoeveel water die bodem kan vasthouden. En dat is fenomenaal. Hè? Dus voor een vierkante meter per procent organische stof dat toeneemt in de bodem, kan een vierkante meter 15 tot 20 liter water extra vasthouden. En dus dat geeft ook veel meer mogelijkheden. Dus wat er nu gebeurt is, omdat die koolstof in de landbouwbodem zo laag is, water regent neer en blijft. Het is alleen het oppervlaktelaagje dat nat wordt en neemt eigenlijk heel veel zand mee. Dat is die erosie. En dat stroomt weg de beken in, die dan weer voor slip en andere problemen zorgt. En eigenlijk door te werken aan die koolstof in de bodem, help je eigenlijk ook om water terug te laten infiltreren in de bodem. En ook tijdens droogteperiodes is die bodem dan ook veerkrachtiger om langer, natuurlijk, dat zijn geen mirakels, hè, maar om toch langer dat water beschikbaar te houden voor planten. Er zijn bepaalde gewassen die een hoge voedingswaarde hebben, maar die in Vlaanderen niet courant zijn. De vraagsteller heeft het dan over kikkererwten, soja en quinoa. Ja, het is een vraag van Chris Dutry ook, die eigenlijk een boek aan het schrijven is over quinoa, weet ik. Hè, wat daar de geweldige voordelen van zijn. Hoe kijk je daar tegenaan? Ga je ook quinoa of zo op je grond? Nee, maar er is wel een boer die daar heel hard mee aan het experimenteren is in Vlaanderen. Hè. En ik denk ook in Wallonië zijn er een aantal bedrijven waar je al quinoa uit België kunt vinden. En ik weet dat het ILVO op zoek is naar die kikkererwten en sojabonen die ook hier goed groeien. Dat heeft natuurlijk ook te maken... Het ILVO noem je en wat is dat? Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. En dus daar gebeurt eigenlijk heel veel... onderzoek naar landbouw en ook veredeling van gewassen. Nu, ik ben ook betrokken bij... Ja, zeg maar... Zo zit dat zo'n beetje ook open naar de regeneratieve landbouw? Of promoten die vooral de industriële? Die zijn ook heel hard bezig met de transitie. Er is gewoon ook wel... ik vergelijk dat wel een beetje met het begrip duurzaamheid. Duurzaamheid is ooit gelanceerd als heel ambitieus begrip. En dan vervolgens krijg je een beetje een strijd om dat woord in te vullen. En in dat opzicht is het ook gewoon
momenteel zie je heel veel actoren zich profileren rond agroecologie. Maar het is voor mij niet altijd helder om te zien of het dan eerder een greenwashing-invulling is of echt een... maar ik weet dat sowieso ook het ILVO heel veel bezig is met die milieu-uitdagingen en daar oplossingen voor aan het zoeken is. Maar dus ik ben zelf niet betrokken bij het ILVO, maar wel bij Vitale Rassen. Vitale Rassen, dat is een organisatie, een VZW, van boeren die zelf hun zaden vermeerderen. En dus in dat opzicht ben ik ook daar bezig, en dus ik geef dat ook bij Landwijzer, bezig met welk type landbouwgewassen hebben we nodig in die agro-ecologische landbouw. Want de zaadveredeling zit helemaal in handen van zaadbedrijven momenteel. Uniformiteit is daar heel belangrijk. Hè? Dat elke wortel, elke komkommer moet eigenlijk op elkaar lijken. Maar in de natuur is uniformiteit eigenlijk een kwetsbaarheid. Want dat wil zeggen, als er 100 bloemkolen staan en de ene is kwetsbaar voor een bepaalde plaag, dan is die daarnaast ook kwetsbaar voor diezelfde plaag. Hè? En dus dan krijg je eigenlijk heel snel een grote plaag die onze voedselzekerheid in het gedrang kan brengen. En bij Vitale Rassen zijn we eigenlijk bezig met populatieveredeling, waarin dat we eigenlijk een zekere mate van diversiteit, hè? Dus uiteraard moet elke bloemkool eruit zien als een bloemkool, maar toch willen wij graag een diversiteit waar elke bloemkool zoveel mogelijk van elkaar verschilt op vlak van omgang met ziektes. En dus dat is denk ik iets wat ik bij de introductie van nieuwe rassen interessant vind. Hè? En dus ik denk eigenlijk ook bijvoorbeeld, als je vraagt wat vind je van die kikkererwte, ik vind dat interessant. De vraag is natuurlijk voor wat. Hè? We zijn heel hard op zoek naar die eiwitten om de soja te vervangen, die uit Brazilië komt, waar heel veel bossen voor verdwijnen. Hè? Dus dat is sowieso ook heel belangrijk. Maar wat ik heel belangrijk vind, is het type veredeling. En gaan we een manier vinden om weg te gaan van die uniformiteit, zodat we minder afhankelijk worden van pesticiden? Want ik denk dat dat een van de grote dingen is. Juist omdat die gewassen zo kwetsbaar zijn momenteel, wordt de boer zo vaak gedwongen om toch pesticiden te gebruiken om die plagen eruit te houden. Dus dat is denk ik vooral wat ik wil meegeven rond die nieuwe rassen. Voor de rest ben ik daar geen expert in. Ik denk Mark Verhofstede is de boer die met quinoa bezig is. Dus misschien moet Chris daar eens gaan horen als hij die al niet kent. Want die gaat wel heel veel dingen over de praktijk kunnen vertellen. Je hebt dus een heel positieve ervaring met je crowdfunding gehad voor je project. Maar anderzijds, Landgenoten heeft toch nog te weinig middelen om te kunnen doen wat ze eigenlijk willen doen. Heb je ideeën hoe dat Landgenoten dat zou kunnen? Hoe kan er meer geld gegenereerd worden voor de regeneratieve landbouw? Ik denk dat de Landgenoten zelf al op heel veel pistes aan het zoeken is. En waar ze momenteel ook wat meer op inzetten, is bijvoorbeeld op bedrijfsovername. Hè, omdat er eigenlijk heel veel infrastructuur in de open ruimte is. Landbouwbedrijven, die boeren die nu op pensioen gaan, die krijgen eigenlijk hun infrastructuur bijna niet verkocht aan boeren. Omdat het zo duur is allemaal. En dus zij zijn daar nu ook aan het zoeken van hoe kunnen we dat dan toch mogelijk maken en ook met spreiding eventueel in de tijd, omdat zo'n dingen dan, hè, omdat het kost veel geld, maar het wordt dan misschien wel haalbaar omdat er meer tijd is. Hè. Wanneer het gewoon plots op de markt wordt, dan wordt het ineens verkocht en moet je ineens al dat geld bij elkaar brengen. Dus dat is misschien een manier, maar ik kijk toch eigenlijk ook vooral naar de overheid en ik hoop dat er ergens meer druk komt uit de samenleving op de overheid om die gronden die nu bestemd zijn voor voedselproductie, om die ook echt voor voedselproductie in te zetten. En dus dat is niet alleen een zorg van de landgenoten en van de agro-ecologische landbouw, maar dat staat ook in het landbouwrapport als bekommernis. Al die boeren die stoppen en waar eigenlijk heel veel dan contractteelt in de plaats komt. Hè. Grote bedrijven die aardappelen zetten op grote schaal. En dat is niet het type landbouw dat we nu nodig hebben. Dus ik denk dat de overheid echt eens moet beginnen nadenken van hoe kunnen we zorgen dat de landbouwgrond die er is, dat die ook effectief ter beschikking komt van boeren. Zonder dat die dan per se dat moeten verwerven of zonder dat daar dan die hoge prijs voor moet betaald worden.
Ook wat dit betreft dus een rol voor de overheid om de zaken beter te regisseren dan tot nog toe. Je hebt het gehad over de verpaarding van Vlaanderen, van de landbouwgronden van Vlaanderen. Die paarden leveren natuurlijk nogal wat mest. En iemand vraagt zich af, is die mest van die paarden ook in het kader van de circulaire economie te gebruiken? Hè? Dat is te zien wat die paarden allemaal krijgen. Dus heel vaak krijgen die paarden ontwormingsmiddelen en andere dingen die super schadelijk zijn voor de groei van groenten. En dus moest er zo'n soort garantie zijn dat paarden vrij zijn van dergelijke middelen, dan denk ik zeker dat dat kan. Daar wordt ook door regionale landschappen op ingezet om... voor ecologisch weidebeheer en om ook te zorgen dat die koolstof in die paardenweien ook dat die ook naar boven, dat die ook mee opgekrikt wordt. Omdat er zo'n grote oppervlakte inderdaad begraasd wordt door paarden. Dus dat kan, maar het is soms wel tricky om zomaar paardenmest te gebruiken van iemand waar dat je niet weet wat dat die paarden allemaal gekregen hebben. Ja, een genuanceerd antwoord. Ik zie dat Bernard terug in beeld komt. Die zal mij willen aansporen om de vraagstelling af te ronden, neem ik aan, en over te gaan naar het laatste stukje, namelijk waar zijn de grootouders mee bezig? Marleen, je hebt dat heel duidelijk gebracht, vind ik, en je... De achtergrondkennis hè? En dan meteen die praktijk. Ik denk dat we je project met veel sympathie zullen volgen in de toekomst.